De Week van de Official is heel belangrijk, niet alleen voor onze sporttak, het zeilen, maar voor alle sporttakken. Omdat op die manier kunnen die officials een beetje in het teken zetten, een beetje honoreren voor wat ze doen. En dus de Week van de Official zet in feite die officials in de kijker. Natuurlijk, de aandacht gaat meestal naar de atleten, wat die ook verdienen. Maar ook de officials mogen ook af en toe wel eens in de bloemetjes gezet worden, denk ik. Niet alleen skates natuurlijk. Official is ook line judge, ze is ook commissaris, referee delegate of zo. Dus het is een groot domein van de official. Voor mij een goede official is iemand ten eerste die empathie kan tonen naar de atleten toe. Iemand die een luisterende oor heeft en tegelijkertijd ook die in discussie kan gaan, maar ook met respect naar de atleet en omgekeerd. We moeten hebben discipline natuurlijk, omdat er bestaat een reglement. Dus, maar u moet kent ook de grens. Wat is de grens tussen de reglement en de show en de spelers, de techniciteit en zeker voor de publiek ook, hè? Oei, ik denk dat thuis mijn vrouw de broek draagt. Nee, we zijn een familie die heel hard aan elkaar hangt en thuis is iets anders dan op het wedstrijdveld. Dat u moet vragen bij mijn vrouw. Wilt u de telefoonnummer? Dus geen probleem voor mij.